Alles is te koop bij jou, hoor. Alles? Ja, alles. Of mijn vrouw, daar mag groot voor zijn. Kan iedereen het? In principe kan iedereen het. Dit was vroeger donkerbruin met zwart. En de andere kant was donkergroen met zwart. Ik heb daarin gehoord over heel, heel bijzonder. Goedemorgen. Goeiedag. Mooi gebouw. Ja, prachtig hè. Dit was toch een station vroeger? Dit was het station van Ulrum, ja. Dit is een van de twee die nog helemaal is overgebleven. De andere staat in Leens, maar dat is politiebureau en Groene Kruis en brandweerkazerne geweest. Dat is met name aan de binnenkant is dat helemaal verbouwd. En deze is ook wel heel veel andere dingen geweest, maar aan de binnenkant weer helemaal gerestaureerd. Kunnen we even binnenkijken? Ja, je mag zeker binnenkijken. Kom maar verder. Nou, kom maar. Welkom in 1922, zal ik zeggen. Maar toen is het begonnen? Toen was de spoorlijn begonnen, ja. Zonder officiële opening, was geen geld meer voor. Maar het spoor is wel gaan rijden op 1 april 1922. Ja. Ja. En de loketten, die zijn er nog? Ja, zijn loketten nog, origineel. Twee zelfs? Hè? Twee, ja. Dit is voor plaatsbewijzen en dit was voor pakketjes. Is het een monument? Dit is een rijksmonument, ja. Heb je het helemaal zelf opgeknapt? Nee, niet helemaal zelf. Het is te groot. Maar omdat het een monument is, kun je in aanmerking komen voor restauratiehypotheek, moet ik even goed nadenken. En dat is geen subsidie, wil ik even benadrukken. Maar het helpt je wel om een monument grondig aan te pakken. En dat hebben we gedaan. Hoe zijn jullie nou terechtgekomen? We woonden in Ierland, hadden een klein hotel. En dat hebben we ruim 10 jaar gedaan. En toen hadden we zoiets van, dit kunnen we nog wel 10 jaar doen of nog langer. Maar het is ook leuk om weer wat anders te gaan doen. En voor Ierland woonden we in Groningen. En toen zijn we hier een weekend rond gaan kijken. Hadden we een paar panden zo al uitgezocht op Funda. En deze konden we binnen bekijken. En toen we hier binnen waren, want het zag er niet zo uit als nu, maar kregen we wel allebei weer de prikkels. Hier is de ruimte aan zich is origineel, de lambrisering ook. Mm-hmm. Maar dit was vroeger donkerbruin met zwart. En de andere kant was donkergroen met zwart. En wat doen jullie nu? Nou, nu gebruiken wij het, wij noemen het een station voor activiteiten. En het wordt heel veel gebruikt als een soort horeca. Bestemming. Ja. En dan komen de vergaderingen, feestjes, recepties, trouwerijen, hebben we niet vergeten. Ja. Ieder jaar is wel een trouwerij. Ja. En dan is het niet het zeg maar, trouwfeest, maar de trouwplechtigheid. Mm-hmm. Bij de eerste trouwerij was er een van het bruidspaar, de bruidegom, die had hier ook als peuter op de peuterspeelzaal gezeten. Ja. En die kwam hier dan nu weer in het station om een volgend stukje van zijn leven in te gaan. Ja. Vonden we wel een mooi symbolisch verhaal. Nou, zijn we hier op perron en de rails is verdwenen. In 1942 hebben de Duitsers hebben alles meegenomen. Maar met enige verbeelding, komt die trein hier nog langs? Ja, tuurlijk. Er zijn wel mensen die zeggen van, maak je niet wat leuk stukje spoorlijn en wat wagonnetjes in de trein, maar daar begin ik niet aan. Nee. Van, wij hebben een andere bestemming gegeven aan het station. Nou, bedankt. Oh, dankjewel. Ja, goede reis verder, Wiebe. Tot de volgende keer. Ja, hoi. Ik
Ik denk al, ik zag een auto staan. Wat moet er gebeuren? Ja, we gaan in Ulm even kijken. Ja, waarom? Ja, dat wil ik eigenlijk aan u vragen. Waarom moeten we in Ulm even dingen filmen, vindt u? Wat is er mooi aan Ulm? Nou, lekker rustig. Ja, we wonen hier met plezier. Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 45 jaar. Dan weet u alles van het dorp? Nee. Nee. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Friesland. Het jammer is, vind ik, dat mensen, omdat ze horen dat ik daar Nederlands praat, dan praten ze ook Nederlands tegen mij. Terwijl dat niet hoeft. Ja. En dan zeg ik wel eens, praat maar gewoon Gronings. Ja. Want ik versta het prima, ja. Dat is helemaal geen punt. Maar was er nou zo schier en grunde? Aan de oren? Je hebt met betrouwbare mensen te maken en het duurt wel even. Waarom blikt dat, ja? Dat oh, je kunt van zo'n baan met afspraken maken en dat ze zich ergens voor inzetten en zo. Het gebeurt niet overal? Nee, nou, maar dat gebeurt wel in Ulm, ja. Mooie dag nog. Ja, bedankt. Jullie ook, ja. Nou, kijk nou eens. Tiddeltop. En veul. En uit uur. Mooi. Hoi, Wiebe. Wat is nou weer? Mooi spul, man. Ja, dat is een mooi spul, hè? Ja. Te vervrogen nog. Wat verhandelst doen we allemaal hier? Ja, wat nou. Overal in. Ja, gewoon kleden. Daar ik nou gewoon spul gehouden. En gewoon bedden. Maar overal in. Antieke bouwmaterialen. Dat vind ik gewoon mooi. Ja, al ben je in deze aan het terechtkomen? Ja, terechtkomen. We hebben deze pan kocht in 2000. Zo met mijn zwager. En toen zei mijn bruid. Ik moest bij je kring op gaan. Bij je verkoop. Dat wil ik eerst niet. Want ik ben buschauffeur. Ik heb niet werk. Dus, maar ik heb het wel gedaan. Maar nu is gewoon weg terug meer. Nee. Dus, kijk nou eens. Dit is geweldig, toch? Dit was ooit een rage. Ja, dat klopt. Gardinenring. Gardinenring, ja, dat klopt. Ja. Wat maakt. Die eerst toe en ik kan mensen weer kopen. Ja. Ja, ja hè? Ja. Prachtig, man. En dit vind ik ook wel bijzonder. Dit kreeg van mensen uit Rotterdam. Hebben ze vonden in kerk. En het apart vind met hem in kleine auto's. Op achterbij mocht niet kapot. Heb ik kreeg van die mensen. Ja, doe eens dan wat spullen met je met de kerken vandaan. Ja, ja. Wist u kerks? Ik ben kerks. Nou, welke van de vader? Ik kom er niet meer. Nee. Ik ben gegeven meer opvoud. Waarom kost het niet meer? Ja, hoe kan niet meer? Ja, dat is zo grauw. Ik geloof nog wel, dat wel, maar ik kan niet meer een kerk houden. Dus, Nee, ik kan niet meer van die wedges. Soms voor wedges, maar zondags naar voetbal, maar dat niet. En dan vind ik, nee, dat hoort niet van die wedges. Dat is zelfboosheid. Nou, ja, dat betreft wel. Echt een werk nog? Ja. Wat kost eraan? Ja, ook hoe de kelder op die mensen. Ja, we zitten hartstikke goed uit. Maar we proberen van om. Denk dat nog ja, even? Natuurlijk. Hou op met het wezen, hè? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk, daar vind ik daar heel wel. Echt hoor? Ja, dat denk ik wel. Is dat nog heet boord, denk ik? Ja, natuurlijk. Twee mutsen. Twee mutsen, ja. Twee mutsen. En een koffiepot erin. Ja, ja, dat is een koffiepot. Ach, ik zeg maar zo, verneukte massa, grijp de kassa. Dus meer voor toch verneukt worden, dus. Bij die is alles te koop. Alles is te koop, ja hoor. Alles? Ja, al. Behalve mijn vrouw, daar mag groot voor zijn. In deze kerk achter jou is nogal wat gebeurd, hè? 1835. Ja, dat is zo, ja. Dat was de afscheiding van de kok. Die was het nooit eens met de menaar van preek niet zo in de vormde kerk. Wat was de mis? Ja, hij vond ze te vrijzinnig. Dus en hij wilde een andere richting op. En hoe leidde dat dan? Tot de gevangennomen van de kok. Want de koning Willem I, die wilde het nooit. Die wilde een Roomse kerk. In de hervormde kerk, maar nooit nog meer afscheidings. En hij loopt af? Hij is voor hemzelf begonnen, in de gereformeerde kerk. En dat bent uiteindelijk, wat de grunnigen zeggen? Coxion worden, ja, dat klopt. En dit is voor zelf een holle beloorde dorp, want hier ben voor je kerk. En hoe is dat bij jullie toe? Nou, mijn man is van vrijgemaakte afkomst. Ik zelf kom uit de gereformeerde kerk. En onze zoon, wie ben eigenlijk zo in de kerk? Want onze zoon die speelt hier eigenlijk al hier in deze kerk, zeg maar.
Komt er nog veel mensen naar deze plek toe? Juist omdat Hendrik de Kok zich hier afschat, net in 1835. Ja, ze komen soms met bussen voor. Ja, wat dat betreft best leuk. En leuk om hier zo te wonen en zo dat je dat moet metmaken. Belgische nummerplaat, heb ik het goed gezien? Ja, dat klopt ja. Wij wonen in België en we zijn hier op vakantie in de buurt. Ik werk als evangelist in Antwerpen. En ja, daarom heb je te maken natuurlijk met geloof en uiteraard ook met een kok. Hetgeen gebeurd is in die tijd toe. Je bent van dezelfde overtuiging? Dezelfde overtuiging, ja. Ja, inderdaad. En wat voor gevoel staat u nu? Ja, bijzonder dat in die tijd dit allemaal heeft plaatsgevonden. En die man dat allemaal ook heeft gedaan. Helemaal alleenstaand en toch die weg is gegaan. In de overtuiging dat God hem ook die weg wees. Ik vind het heel bijzonder. Het is wel wat geweest destijds, hè? Ja. 1834. Heel ingrijpend geweest wat er toen is gebeurd. Hoe voelt dat? Heel bijzonder. Ik kan het bijna niet uitdrukken hoe dat voelt. Dat diezelfde dominee de Kok hier gelopen heeft en wij hier nu staan. Ik was ontroerd, maar ik vind dit echt, ik heb er geen woorden voor, heel, heel bijzonder. Ja. Komt echt dichterbij? Ja, heel indrukwekkend. Dat ik op diezelfde plaats mag staan waar het allemaal heeft plaatsgevonden, wat hij hier gelopen heeft. Alleen die gedachte al, ja, heel bijzonder. Goedendag. Hoi. Problemen? Nee hoor, nee, we zijn het spul allemaal even aan het schoonmaken. Aha. En voor de winter strekt weer alles klaar en dan, ja. Ulrum is bekend van zijn kaartbaan. Hoe lang ligt die baan hier al? De baan ligt hier vanaf 1962, 1963. Mm-hmm. Wat is een kaart eigenlijk? Nou, een kaart is eigenlijk een veredelde auto met zo laag mogelijk bij de grond. Kleine motoren erop en proberen zo snel mogelijk door de bochten heen te komen. Zijn hier jonge coureurs, succesvolle coureurs begonnen? Ja, ik heb een jongen begeleid hier. Die heeft hier ook het een en ander wel gereden. Dat is Marcel Kleefstra. Die is op een gegeven moment de Aygo Cup ingegaan. En daar is hij ook daadwerkelijk kampioen geworden. Dit is dan mijn eigen kaart. Kan iedereen het? In principe kan iedereen het. Kan ik het proberen? U mag hem zo proberen van mij. Maar dan niet deze, dan gaan we hem nu pakken. Want ik wil wel graag dat u hier heel wegkomt. En action. Het werkt als volgt. Hij is nou rood. Als hij straks groen wordt, mag u wegrijden. Gaat hij rijden, wordt hij op een gegeven moment oranje. Als ik dan vlag, mag u naar één ronde. En dan zijn er 12 minuten om. Mooi werk. Mooi werk, hè? Ja, geweldig. Het is een behendigheidsspelletje. Ja. Dan gaan we eens even kijken wat van rondetijd nu neergezet heeft. Oh, dat heb je nog gemeen. Ja. Oh. Hij heeft een goede tijd neergezet van 28.195. Aha. En dat is een tijd waar u zich echt niet voor hoeft te schamen. En uw gemiddelde snelheid is 47,8 km per uur. Kijk, daar kun je mee thuiskomen. Ja. Toch? Ja. Bedankt. U ook bedankt. Nou, ik ben vandaag de snelste van de dag, dus er hoort een klein bekertje bij. Oh, mooi. Mag je voor mij op het podium gaan staan? Dat wordt gek. Ja, dat doen we altijd. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Het is een wisseltrofee. Alstublieft. Moet er nog een speciale manier bij kijken of zo? Dat mag u zelf weten. Ik zou heel groot lachen.
Nou, dat zoiets. Orm. Aan de weken gaan we dam op in Westerlaai. Gooi dan ook weer met? Kop de vuur, hè? Mooi!